Ik ben Nico Nijn. Samen met mijn ouders runnen we een firma in de Noord-Beemster. We hebben melkvee, we telen tulpenbollen en we verbouwen aardappels. Onlangs hebben we dus een nieuwe melkveestal gerealiseerd waar we 130 koeien kunnen huisvesten. De oude melkveestal was bijna 40 jaar oud. Die voldeed niet meer aan de eisen die de hedendaagse koe stelt. En vandaar dat we besloten over te gaan tot nieuwbouw. En ook een reden was dat ik mijn studie heb afgerond. En ik het bedrijf wil voortzetten, dus om toekomstbestendig te kunnen blijven werken, hebben we deze investering gedaan. Uit 130 lichtboxen, met een 2-box GEA melksysteem. Daarnaast hebben we een luchtwasser geplaatst achter in de stal, omdat we emissiearm moeten bouwen. Omdat we hier vlakbij een Natura 2000 gebied zitten, dus ja, we mogen wel uitbreiden. Maar de uitbreiding mag geen schadelijke gevolgen hebben voor het Natura gebied. En daarom mogen we niet meer ammoniak produceren dan we al deden in de oude stal. Ja, daar hadden we zo'n 50 koeien, dus ja, als je gaat groeien, krijg je meer ammoniak. Dus ja, dan moet je emissie reducerende maatregelen treffen. En volgens de laatste metingen kan je met de luchtwasser een emissie realiseren van 2,5 kilo ammoniak per koe. Ten opzichte van een conventionele stal scheelt dat 7, 8 kilo ammoniak emissie per koe. We hebben een dichte nok in de stal, omdat we willen dat alle lucht aan de achterkant wordt afgezogen door die luchtwasser. Dus we proberen lengteventilatie te creëren. Daar is onze zijkant ook niet helemaal open, maar slechts gedeeltelijk. En achter in die luchtwasser zit een lamel van ongeveer 1,5, 2 meter dik. Een soort honingraatprofiel waar aan de bovenkant water met een beetje zuur overheen wordt gespoten. En doordat het over dat lamel loopt, creëer je een heel groot oppervlakte van water met zuur. En dat water met zuur dat bindt ammoniak uit de lucht. Dus alle lucht wordt daar doorheen gezogen met ventilatoren. En verlaat de stal eigenlijk vrij, of nou ja, vrij, bijna vrij van ammoniak. Je merkt er zelf niet zo heel veel van. Ik merk wel dat het klimaat in de stal gewoon lekker goed is, fris. En het systeem bevalt goed. Ja, de keuze was of een emissiearme vloer of een luchtwasser. Luchtwassers waren we eigenlijk nog mee onbekend. Maar we hebben weinig vertrouwen in het systeem van de emissiearme vloer. Klepjes in lucht en klepjes met stront. Ja. Ik denk niet dat het lang houdbaar is. En dit is een systeem dat zich al heeft bewezen in andere veehouderijtakken, in het pluimvee en in de varkenssector. Het is er al meer dan 20, 25 jaar, denk ik. En je vangt aantoonbaar die ammoniak op. Dat is ook al een reden waarom we hierin hebben geïnvesteerd. Ja, we konden nu ook gewoon de stal uitrusten met een gewone roostervloer en dat is ook al een bewezen concept. Nou, de investering in deze luchtwasser was eigenlijk nagenoeg gelijk aan die van de emissiearme vloertypes die voor ons geschikt zouden zijn. Want we moesten wel een type vloer hebben wat de sterkste emissiereductie realiseerde. En ja, daar kom je uit op een investering van rond de 40.000 euro. Komt wel nog bij dat je met een luchtwasser wel onderhoudskosten hebt, want daar gebruik ik stroom en daar gebruik ik wat zuur. Maar er staat weer tegenover het restproduct in spuiwater en dat kun je weer gebruiken als meststof. Dus daarmee sluit je eigenlijk ook de krim op van je eigen bedrijf wat meer. Ja, we zijn van oudsher zijn we fanatiek weiders. En daarom hebben we ook bij de inrichting van de stal rekening gehouden met weidegang. Onze melkrobots zijn ook niet overdwars voor in de stal geplaatst, maar aan de zijkant van de stal. Zodat iedere koe die de wei in gaat, eerst langs de robot komt. Zodat we zeker weten dat iedere koe die buiten loopt, gemolken is. Of nog lang niet gemolken hoeft te worden, waardoor we dus weinig werk hebben met het ophalen van koeien. En aan het eind van de dag komen die koeien geleidelijk aan weer naar binnen. En dan gaan ze eerst weer langs een robot voor ze bij het voerhek kunnen komen. We hebben ook rekening gehouden met het feit dat als ik dit bedrijf later alleen zou willen runnen, dat één man het werk moet kunnen rondzetten in deze stal. Vandaar ook dat we een selectiestraat gebruiken bij de robot. En dat we voor in de stal eigenlijk vrij korte lijnen hebben. Ja, in het begin kost het je heel veel energie en tijd om die draai erin te krijgen. We hebben een vrij oude veestapel. De gemiddelde leeftijd erin ligt rond de 5,5 jaar. Ja, oude koeien die leren het gewoon minder snel dan de jongere dieren. Dus nu zijn we 3 maanden bezig. Het begint steeds beter te lopen en het bevalt zeker wel. Ja, de koeien, je ziet gewoon dat die koeien het in deze stal wel een stuk beter hebben. Ze hebben meer ruimte, meer lucht, meer licht, meer vreedplekken en dat komt te goede. Dat komt te goede aan de gezondheid van de dieren. Maar uiteindelijk heb ik bij deze stal wel het idee is dat het een stal die dus past bij ons idee van veehouden. Dat is het eigenlijk denk ik wel het belangrijkste. Je moet doen wat bij je past en niet doen wat een ander je vertelt of wat een ander ideaal vindt.